BNP Paribas Fortis stelt voor. We moeten monteren. Ik heb gemonteerd met Tom Dunoyet. Dat was een fantastische ervaring. Ik heb echt plezier beleefd aan het monteren. Want je moet weten dat de beelden die je ziet in Drift, veel van die beelden die zijn op voorhand bedacht vanuit mijn verbeelding. Ik heb het scenario geschreven. Maar veel van de andere beelden die zijn ontstaan op de set. Dus we zijn eigenlijk beelden gaan sprokkelen. Die passen bij dat koppel of die passen bij het personage op het moment dat hij alleen begint te driften. Dus je krijgt eigenlijk een soort verzameling beelden die nog een betekenis moeten verwerven in de montage. En wat is dat dan, die montage? Ja, die montage, dat is eigenlijk meer een soort flow die je moet maken, componeren bijna, hè? Beeldhouwen, noem het wat je wilt, in plaats van een soort structuur te gaan bedenken waarbij dat alles klopt. Er zit natuurlijk structuur in. Er zijn een aantal narratieve kapstokjes die richting geven aan de beelden. Maar die zijn heel impliciet. Omdat er zaten wat meer expliciete dingen ook in het scenario. En eigenlijk op de set begin je daarvan te walgen. Hè? Dat is echt zoiets dat in de weg zit. Je hebt daar geen goesting in. Dat klopt plots niet meer. Het is niet nodig, hè. Het is zo'n dunne lijn, hè. Gewoon van die manier die gekozen is om te werken. Plots wordt het heel gevoelig, plots daar een stem begint te spreken of zo. Dat is zo. Zeker als dat voor mij was, plots dat personage dat mocht niet spreken aan. Maar ook door de manier dan gewerkt is, gewoon van. Ik krijg ook gewoon weer het magisch, want als je gewoon begint echt te cadreren van nu moeten we dit shot, gewoon, dan zijn je veel meer gelimiteerd in manier van werken, terwijl wij een enorme vrijheid hadden. Je bent niet daar gewoon waanzinnige cadeaus gebeurde. Gewoon dat. Wat dat direct bedoelt is dat we veel van de shots, eigenlijk alle shots, die zijn sterk ontwikkeld, hè, op de set. Dus er is een grote mate aan controle over de elementen dat je ziet, maar tegelijkertijd is er alle ruimte nog voor improvisatie van de personages. En voor intuïtieve reacties van de honden, de echte figuranten die reageren, dus de non-fictie karakters die reageren op het fictieve karakter. Dus het is een combinatie van controle en dan alles weer loslaten. En dan komt de magie eigenlijk, hè. Je moet het eerst beheersen om het dan weer te kunnen loslaten. Hè. Was dat wat je bedoelde? Ja. Nee, maar dus, er zijn zoveel dingen gebeurd, wat ik daar straks zeg. Het is zo'n simpele film, maar daarom ook zo complex. We hebben eigenlijk van heel in het begin al bepaalde zo regels gehad maakt van de film die we mogen maken. En die ik wil maken, die Benny wil maken. En ik ben blij. Blijven thuiskomen in een film, dat was zo, dat was mijn film, dat was Benny's een film, dat was onze film. Ze van, dus de schoonste cadeau die ik gekregen heb van Benny, gewoon dit samen te mogen doen. Door de echtheid, door de totaliteit van alles wat er gebeurd is. Ik ben alles dankbaar van wat hier gebeurd is. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.